Nous vous saluons une fois encore dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Et nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à sa bonté. Et nous croyons que Dieu est bon pour tout un chacun. Amen. Nous allons lire les Écritures. We gaan de verzen lezen. Nous allons lire les Écritures dans le livre de Job au chapitre 37. Dus we zijn in Job hoofdstuk 37. Nous allons lire tous les chapitres. We lezen het hele hoofdstuk, zoals gewoonlijk. Et nous allons pouvoir réellement parcourir ce chapitre. Que Dieu vous bénisse. Het hoofdstuk overlopen, de trotje zegen. Nous lisons, n'est-ce pas, au chapitre 31, au Job 37 plutôt, verset 1. Job 37, verset 1. Que le Seigneur puisse bénir la lecture de sa parole. Amen. Dat de Heer de lecture zegent. Nous lisons. Mon cœur est tout tremblant, il bondit hors de moi. Il bondit hors de sa place. Écoutez, écoutez le frémissement de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux. Et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement. Il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Dieu donne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait des grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il le dit à la pluie, même aux pluies plus fortes. Il met un sceau sur la main de tous les hommes afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. L'animal sauvage se retire dans une caverne et se couche dans sa tanière. L'ouragan vint du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il charge des vapeurs les nuages, il les disperse indécemment. Leur évolution varie selon ses desseins pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne. Sur la surface de la terre habitée, c'est comme une verge dont il frappe sa terre ou comme un signe de son amour qui les a fait apparaître. Job, sois attentif à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les dirige et fait briller son nuage intercellant? Comprends-tu le balancement de nuit, les merveilles de celui dont la science est parfaite? Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds quand la terre se repose par le vent du midi? Peux-tu, comme lui, étendre les cieux aussi solides qu'un miroir de fonte? Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui. Lui annoncerait-on que je parlerai? Mais quel est l'homme qui désire sa perte? On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux. Lorsqu'un vent passe et on ramène la pureté, le septentrion le rend éclatant comme l'or. Oh, que la majesté de Dieu est redoutable! Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force et par la justice, par le droit souverain, il ne répond pas. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre, ils ne portent les regards sur aucun sage. Dus Job 37,
Ja, hierover beeft mijn hart, en het springt op van zijn plaats. Luister aandachtig naar het daveren van zijn stem, en naar het geluid dat uit zijn mond komt. Hij laat het los onder heel de hemel, en zijn licht tot over de einde van de aarde. Daarna brult hij met zijn stem, hij dondert met de stem van zijn majesteit. Hij houdt die dingen niet terug als zijn stem gehoord wordt. God dondert wonderbaar met zijn stem. Hij doet grote dingen en wij begrijpen ze niet. Want hij zegt tegen de sneeuw, wees op de aarde, ook tegen de slagregen van de regen. En dan is er slagregen van zijn sterke regens. Hij vergezelt de hand van ieder mens, zodat alle mensen zijn werk kennen. De wilde dieren gaan naar hun schuilplaatsen en blijven in hun holen. Uit zijn kamer komt de wervelwind. En van de verstrooide winden komt de kou. Door de adem van God geeft hij ijs, zodat de brede wateren verstijven. Ook maakt hij de wolken zwaar van vocht. Hij spreidt de wolken van zijn licht uit. Die gaat naar zijn wijze raad alle kanten uit, om te doen alles wat hij hun gebiedt op het oppervlak van de wereld, op de aarde. Hij beschikt het voor zijn land, het zij tot een roede, het zij tot gedurende tierenheid. Hoor dit aan, Job. Blijf staan en let op de wonderen van God. Weet je hoe God ze rangschikt en hoe hij het licht van zijn volk laat schijnen? Weet je hoe de wolken zweven? Ken je de wonderen van hem die volmaakt in kennis is? Weet je hoe je kleren warm worden als hij de aarde stilmaakt vanuit het zuiden? Heb je samen met hem de hemel uitgespannen, die vast is als een gegoten spiegel? Maak ons bekend wat wij tegen hem moeten zeggen, want wij kunnen niets voor hem uiteenzetten vanwege de duisternis. Zal het aan hem verteld worden als ik zo spreek? Als iemand dat zegt, zal hij zeker verslonden worden. Nu ziet men het licht niet, het schijnt in de wolken. Maar als de wind het langs gaat, zuivert hij die. Uit het noorden komt goud, bij God is een ontzagwekkende majesteit. De Almachtige, wij kunnen hem niet vinden. Hij is groot van kracht en recht en hoogst rechtvaardig. Hij onderdrukt niet, daarom vrezen de mensen hem. Maar alle eigenwijzigen van hart zien hem niet aan. Voilà, que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Et qu'il puisse ajouter l'explication à cette lecture. Amen. Parce que l'explication, c'est la lumière de l'écriture. Et cette lumière nous donne la nature des enfants de Dieu. Et cette lumière nous libère réellement des œuvres des ténèbres. Die gaat eigenlijk de daden van de duisternis vernietigen. Cette lumière nous donne réellement l'esprit de Dieu. Dit licht geeft ons de geest van God. Voilà pourquoi nous allons avoir la pensée de Dieu. De gedachte van God. Et nous allons penser comme Dieu. En we gaan net als God denken. Et agir comme Dieu. En handelen zoals God. Élihu dit ceci, zegt, mon cœur est tout tremblant, il bondit hors de sa place. Hierover beeft mijn hart en het springt op van zijn plaats. Élihu écoutez le frémissement de sa voix et le grondement qui sort de sa bouche. Hij zegt, luister aandachtig naar het daveren van zijn stem en naar het geluid dat uit zijn mond komt. Élihu parle de lui. Praat op zichzelf. Que dans son cœur ça bouillonne. Hij zegt eigenlijk dat in zijn hart beeft. En je hebt begrepen dat Élihu geduld had. Terwijl dat de ouderen aan het praten waren. Hij zweeg. Parce qu'il était un frère respectueux. Omdat hij een respectabel broeder was. Maar die ouderen waren eigenlijk niets waard. Parce que Job a dit que c'était des médecins de Dieu. Donc Élihu n'a pas manqué de respect envers des vierges. Had altijd respect voor iedereen, ook al waren dat die ouderen die niets waren. Parce qu'il sait. Want hij weet. Qu'il est conduit par l'esprit. Dat hij door de geest van God wordt geleid. Voilà pourquoi. En daarom. L'esprit de geest van God. Ne peut pas être irrespectueux. Onrespectvol zijn. Begrijpen we? Le mal. Het slechte c'est pas Dieu. Is niet God. Voilà pourquoi. En daarom. Même si quelqu'un te fait du mal, jouw pijn, toi tu ne dois pas moet niet copier son mal. Zijn slechte eigenlijk kopiëren. Parce que toi, omdat jij tu es l'image de Dieu. Het beeld van God bent. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we.
Donc si tu fais le mal, als je slechts doet, tu vas pécher, dan ga je parce que tu ne vas pas manifester la nature de omdat Dieu. Je niet de aard van God gaat laten zien. Écoutez, luister. Tellement qu'il a encaissé, omdat hij zoveel had ingenomen, il était irrité. Hij werd geïrriteerd. C'est comme Paulus. Net als Paulus. Il est arrivé à hij is in Athene gekomen. Il est entré, hij is gegaan des églises. Naar die kerken. Il a écouté hij luisterde des choses qui l'énervaient, dingen die hem boos maakten. Même aujourd'hui, zelfs vandaag. Parle quelque part. Je kunt ergens naartoe gaan. Tout contre. Iemand is heel blij. Je t'ai plié. Tu rentres. Je dingen die dan gaan horen. Ze gaan je boos maken. Et tu vas te dire, en je gaat je zeggen. Je me suis déplacé de la ik maison. Heb me verplaatst. Pour écouter ces om choses. Naar deze onzin te luisteren. Tu regrettes ton transport. Je hebt al spijt van je transport. Tu regrettes le fait d'être levé le matin. Van het feit dat je vroeg in de ochtend bent opgestaan. Tu regrettes ton temps. En je hebt eigenlijk spijt dat je tijd daar hebt besteed. La Bible dit, de Bijbel zegt. Il était irrité. Dat hij geïrriteerd was. Son cœur. Zijn hart. Bondissé. Was aan het beven. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we. Son cœur était en train de bondir. Beefde. Son cœur était hors de sa place. Van zijn plaats gegaan. Et il dit, en hij zegt. Écoutez le frémissement de sa voix. Naar de donder van zijn stem. Et le grondement qui sort de sa bouche. En de brul die uit zijn mond komt. Mais quand il a pris la parole, maar wanneer hij het woord nam. Ah, je vous trouve extrêmement ik vind jullie heel religieus. Là, quand tu arrives, dan wanneer je aankomt. C'était comment? Hoe was het? Comment tu as trouvé la hoe heb jij de prediking gevonden? C'était bien. Het was goed, hè? C'était vraiment, het was il avait beaucoup de volonté. Hij had heel veel zin. De pouvoir réellement om parler de Dieu. Om over God te praten. Maar. Hij was ergens uitgegleden. Au lieu de parler de Dieu, in plaats van over God te praten. À parler des begon hij over mensen te praten. Vous ne serez pas des jullie zullen geen huurders zijn. Allez devenir des propriétaires. Jullie gaan eigenaars worden. Allez vous marier. Jullie gaan trouwen. Allez avoir des jullie enfants. Gaan kinderen hebben. Jullie gaan bazen zijn. Des ministres. Ministers. Au Pays-Bas. In Nederland. Dans le gouvernement. In de regering. Croyez-en. Geloof erin. La foi. Als je het gelooft. Niks is onmogelijk. Voor zij die geloven. J'attendais. Ik wacht. D'écouter. Om te luisteren. Des choses du en de dingen van het koninkrijk. Et le Seigneur est... En de Heere zei. Mon pas d'ici koning, mijn koninkrijk is niet op deze aarde. Présenté maar jij le gouvernement de hebt mij de regering van de aarde gepresenteerd. Donc je crois que dus ik geloof dat. Toi, tu as vu le jij wilt de minister worden. De la Holland. Van Holland. Et pourtant, tu es ministre maar, de Dieu. Je bent de minister van God. Je crois que ik geloof tu dat. Me présenter je mij ton travail. Jouw werk ging presenteren. Met die. Maar je hebt het Seigneur om de Heer te dienen, zoals jij hem dient. Oui. Malgré la colère, ondanks de woede, il va présenter, gaat hij vous êtes religieux. Zeggen, jullie zijn religieus. Mais, maar, à un endroit, op een plaats, c'est marqué, is het gemarkeerd aan een onbekende God. C'est ce Dieu-là. Dat is die God que je vous apporte. Die ik jullie geef eigenlijk. Donc, les paroles, dus de woorden d'Eliou, van Eliou. C'était un grondement. Dat was eigenlijk alsof iemand aan het brullen was. Donc c'était une foudre. Dat was een donder. Vous voyez comment il explique d'où vient la foudre. Zie je hoe hij uitlegt waar de donder vandaan komt. Parce que l'écriture dit. Ce vers die volgt. Hij zegt. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux. Le verset 3. Dus in vers 3. Hij laat het los onder heel de hemel. Est-ce que vous avez vu la connexion? Dus heb je de verbinding gezien? Mon cœur, mijn hart, bouillonne, beeft, bondit, het springt, sort de sa place, springt van zijn plaats, n'est-ce pas? Niet waar? Parce que son cœur, zijn hart, va sortir de lui, gaat uit hem gaan eigenlijk. Lui, hij zegt, il y a le frémissement de sa voix. Dus er is een taveren van zijn stem. Et le grondement qui sort de sa bouche. Het gebrul dat uit zijn mond komt. Est-ce que vous voyez? Ben hij dit, hij zegt, il, hij, qui, wie, il, hij, le fait étendre sur toute l'étendue des cieux. Hij laat het los onder heel de hemel. Est-ce que vous voyez? Zien we.
C'était lui. Hij praat eerst over mais sa voix. Maar zijn stem. Il y a quelqu'un er is iemand qui va le faire étendre sur l'étendue des cieux. Die het over heel de hemel gaat verspreiden. Mais lui est incapable. Maar Elo is niet in staat de parler om te praten. Et que toute la terre puisse entendre. En dat de hele aarde het hoort. Donc, dus, il démontre que laat zien dat, ce grondement, dat gebrul, Dieu prend ça maintenant. God neemt dat nu. Il va pouvoir réellement étendre het over de hemel des cieux. Spannen eigenlijk. Et c'est comme, qu'est-ce que vous voyez? Zien we? Il parle maintenant de Dieu. Hij praat nu over qui God, est en train de pouvoir aan het gronder. Brullen is eigenlijk. Bon, c'est normal. Maar het is normaal. Vous savez que Dieu, c'est un homme aussi. God is ook een mens. Dat is ook een man. Je sais que ik weet dat. Dieu n'est pas un homme. God is geen mens. Heureusement, l'écriture dit. Gelukkig zegt de Bijbel. Dieu n'est pas un fils d'homme. Hij is geen mensenzoon. Hij is geen zoon van een mens. Geen mensenzoon. Au commencement. Maar in het begin. Dieu dit. Zegt God. Faisons l'homme. Laten we de mens. À notre image. De man volgens ons beeld maken. Donc. Dus. Prenons la foto. Laten we de foto. Dan de foto. N'est-ce pas? Laten we onze foto. Begrijpen we. Donc l'homme, dus de mens, c'est la photo de Dieu. Is ook een foto van God eigenlijk. Maar qui est le véritable homme? Maar wie is de echte mens dan? C'est Dieu. Dat is God dan. Parce que Adam, want Adam is copie. Maar een kopie van God. Voilà pourquoi quand tu prends la copie. Wanneer je de kopie neemt. Tu vois? Je kijkt nu. Toi tu mesures 1 mètre. Maar jij bent 1,80 meter. Mais ici, maar hier, c'est 10 centimètres. Is het 10 centimeter? Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we. Est-ce que vous comprenez que Dieu est grand, God is groot, mais sa copie, va paraître petit. Il va klein lijken. C'est tout à fait normal. Dat is normaal. Jésus lui-même, Jezus zelf, il est écrit, dat is beschreven, il est l'image, hij is beeld is, de Dieu, van God, l'empreinte même de Dieu. De vingerafdruk van God. Dieu. Dat wil zeggen, c'est God, dat God de mens, le véritable homme, de echte mens, dat is God. Voilà pourquoi Pilate, daarom zei Pilatus, nous avons cherché, wij hebben de man gezocht. Mais nous n'avons pas maar trouvé. Wij hebben hem niet gevonden. Salomon heeft er één gevonden, dat was het. Est-ce que vous begrijpen we? Si un véritable als er een echte man c'est Dieu. Dan is het God. C'est le Seigneur. Het is de Heer. Voilà pourquoi lui. En daarom hij. Il va pas perdre le pouvoir. Hij gaat geen macht verliezen. Domine surtout. Hij domineert over alles. Mais la copie. Maar de copie. C'était trop grand pour lui. Het was te groot voor hem. De dominer surtout. Over alles te domineren. Est-ce que vous begrijpen? Begrijpen we. Pour la copie. Voor de copie. C'était difficile. Het was moeilijk. De gérer. Om te regeren. Une seule femme. Om één vrouw te regeren. Les polygames. Zij die aan polygamie doen. L'homme, Adam. Adam. N'avait qu'une seule femme. Maar één vrouw. Il n'a pas su gérer. En hij kon hij niet leiden. Maintenant tu veux gérer. Maar jij wilt er niet twee. Et tu veux gérer trois. En je wilt er drie leiden. Tu vas mourir vite. Ja, gaat snel sterven. Trop vite. Te snel zelf. C'est pas parce que het is niet omdat ces femmes seront je vrouwen slecht zullen zijn. Nee. C'est simplement parce het is gewoon omdat les désirs de ces femmes de verlangens van die vrouwen. Ze gaan jou voorbij gaan. Tu peux avoir des, je kunt des femmes soumises. Onderdanige vrouwen hebben. Celles-ci qui viennent. Surtout si elles sont africaines. Vooral als ze Afrikaans zijn. La tante, my tante. De tante. A des problèmes. Heeft altijd problemen. Tu dan. Je geeft. Le cousin de ma tante. De neef van mijn tante. Dat heb je regard. En dan kijk je eens af. Dan zeg je. Celle-ci. Deze. Elle veut ma mort ou quoi? Ze mijn dood of hoe zit het nu? Maar. En Afrika. In Afrika. La famille. De familie. C'est le clan. Dat is een clan. Dat is een stam. Dat is een stam. C'est la province. Dat is de provincie. C'est ça la famille. Dat is de familie. La famille, c'est pas papa, maman, c'est papa. Non, ça c'est en Europe. Dat is in Europa. Donc c'est normal. Elle va poser tous les problèmes de sa province. Provincie bij jou brengen. Déjà dit. De eentje. Et si tu as eu le malheur de prendre une d'une autre en province. En als je het ongeluk had om de eentje te nemen van een andere provincie. Donc comprends comment tu vas mourir. Dan moet je snel gaan sterven. Et tu vas devenir en je nerveux. Nerveus worden. Tu vas transmettre ta colère sur tes femmes. Op jouw vrouw af. C'est comme ça qu'elles vont devenir dat zij méchant. Gemeen gaan worden. Est-ce que vous comprenez? Ja. Et là tu commences à dire. Dan begin je te. C'est femme, c'est femme. Deze vrouw, deze vrouw. Le véritable de Dieu. De echte God. Le véritable de homme. De echte man. Lui, il sait gérer sa femme. Kan zijn vrouw leiden. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen. Elles peuvent être mille. Ze kunnen duizend zijn.
va pouvoir diriger. Hij gaat zo goed leiden, hij gaat zo goed begeleiden. Dus le tonnerre, de donder, vient, komt du cœur de l'homme, van het hart van de mens. Donc vient du cœur de Dieu, het komt van de hart. Van het hart van God. Begrijpen. En de Heer zelf. Het is van de overvloed van het hart. Waar de mond gaat praten. Begrijpen. Want wanneer het donder is. Zeker dat de Heer haar mond geopend heeft om te praten. Maar van waar komt dat gebrul? Dat komt van de diepste van God. Est-ce qu'on peut begrijpen we? Voilà pourquoi. En daarom. Il démontre. Laat hij zien. Parce que tu vas dire, van waar komt de climatologie? Climatologie, waar gaan je zeggen? Sont les nuages. Een wolk. On va t'expliquer aussi. Waar ga je ook uitleggen hoe? Vous savez que les nuages. Dat een wolk. Les nuages. Een wolk. C'est une. Dat is God, niet waar? La nuée. De la colonne de nuée. C'était Dieu. Dat was God. Donc, Dieu. God. La colonne de nuée. De wolk. De Dieu. De praat over God eigenlijk. Quand tu vois les nuages, wanneer je een wolk ziet, dit dat Dieu veut parler. Zeg dan, God wil praten. N'est-ce pas? Niet waar? Parce que quand il y a la pluie, wanneer er regen is, c'est la bénédiction de Dieu. Het is de zegen, het zegen van God, niet waar? Hein? Ceux qui sont dans l'inondation. Zij die in overvloed zijn. Dat je dit. Yes. C'est la bénédiction de ce zegen van God. Ils sont en train de prier pour que la pluie cesse. De zegen stopt. On va expliquer ça. We gaan praten. C'est ce qui est dit. Dat is wat hier gezegd wordt. Pendant que toi tu bénis Dieu, God aan het zegenen bent. Ergens anders zijn ze aan het huilen. Avec la même pluie. Met dezelfde regen. Hè? Est-ce qu'on comprend? Zien we. Il dit ceci. Hij zegt. Au verset. In vers 4. 4. Puis éclate un rugissement. Il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Daarna brult hij met zijn stem. Hij dondert met de stem van zijn majesteit. Hij houdt de dingen niet terug. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Pour que Dieu parle, dus zodat God gaat praten. Il faut que son cœur, zijn hart moet bouillonner, moet beven. Si n'y a rien qui als er niks is dat het hart van God beven. Hij gaat parler. Hij gaat niet praten. Begrijpen. Dus daarom. Il est silencieux. Er zijn tijden dat hij niet praat, zijn hart beeft. Het is zo dat hij zegt. Le cœur. Het hart. Va déplacer de sa place. Gaat zich van zijn plaats gaat van zijn plaats springen. Et cette voix-là. En die stem. Se fait entendre. Laat zich horen. Mais c'est quoi? Maar wat is c'est dat? Le tonner. Het is de donder. Il dit dat hij dat er donder is. Il ne peut plus retenir l'éclair. Hij kan de bliksem niet meer terughouden. Or l'éclair. En de bliksem. C'est la lumière. Is het licht. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we. L'éclair, c'est la lumière. De bliksem is het quand licht. Wanneer je die bliksem schrijft. C'est la lumière. Dat is het licht. Or la lumière. En het licht. C'est Dieu lui-même. Is God zelf. Mais il libère ça. Maar hij bevrijdt dat. Dans le tonnerre. In de donder. Hey, die, en hij zegt. C'est comme un rugissement. Het is net als een gebrul. Or, en. La Bible dit, de Bijbel zegt. Dans Proverbe 19, in Spreuken 19. 12, je crois, 12, 12 als ik me niet vergis. Il est dit, het is gezegd. La colère. De woede. Du roi. Van de koning. Et comme le rugissement d'un lion. Is net als het gebrul van een leeuw. Donc Dieu, dus God parle dans sa colère. Praat in zijn woede. N'est-ce pas? Niet waar? Pourquoi? Waarom? We gaan het lezen. On va expliquer we gaan het uitleggen waarom God in zijn woede praat. Or, Proverbe 20, Spreuken 20, verset 2 dit, vers 2 zegt: La terreur dus que fait un roi. La terreur du roi, dus de woede van de koning, est comme le rugissement, is net als een brul van een leeuw. Donc nous pouvons prendre la colère, dus we kunnen de woede nemen. C'est le rugissement d'un lion. Dat is het gebrul van een leeuw. La terreur aussi. De terreur. Terreur, ce n'est pas nécessairement la colère. Niet altijd de woede eigenlijk. Hein? Terreur, c'est faire peur à quelqu'un. Dus iemand eigenlijk bang maken.
Et vous allez comprendre en fait begrijpen dat quand vous avez des problèmes avec je problemen hebt met iemand, il parle. Tu n'as pas envie de te fâcher. Je wilt niet boos worden. Mais tu veux qu'il ne parle plus. Maar je wilt niet meer dat die persoon praat. Tu peux le terroriser. Je kunt hem terroriseren. N'est-ce pas? Niet waar? En haussant le ton. C'est déjà arrivé. Het is al gebeurd. Tu n'es pas fâché. Je bent niet boos. Mais tu le grimaces. Je praat comme si tu étais en colère. Boos bent. Et dès qu'il comprend ça, dat die persoon het begrijpt, il dit, ose parler, je vais te taper. Praat nog eens en ik zal je slaan. Là, l'homme s'est dit, hij kijkt eerst. La manière dont tu parles. Hij kijkt naar de manier waar je praat. Il est plus fort que toi. Misschien is hij sterker dan jij. Maar que tu l'as terrorisé, hij kan misschien achteruit gaan. Je suis plus sûr. Ik ben niet meer zeker. Que je peux tabasser cette deze man of deze persoon in elkaar terrorisé. Je hebt hem geterroriseerd. Sans nécessairement être en colère. Zonder eigenlijk boos te zijn. Mais tu as pris la forme de colère. De vorm van de woede genomen. Est-ce que vous zien we. Donc, pourquoi Dieu fait ça? Waarom c'est sa parole. Het is zijn woord. Mais cette parole maar dit woord vient comme la colère. Net als de woede van. Cette parole dit woord devrait moet transmettre la terreur de Dieu. De terreur van God laten zien. En il continue pour dire au verset 5. Gaat verder in vers 5. Dieu tourne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. God dondert wonderbaar met zijn stem. Hij doet grote dingen en wij begrijpen ze niet. Bon, parle avec ta femme. Praat met je vrouw. Tout en tournant. Terwijl je, ja, brult. Je gaat zien dan. Il y aura des moments de complicité. Seront rares. De momenten dat jullie intiem zullen zijn, dat zal niet vaak voorkomen. Mais l'écriture dit, maar de verse, quand il tourne, wanneer hij brult, il parle de manière merveilleuse. Praat hij op een wonderbaarlijke manier. Notre Dieu n'est pas très romantique. Onze God is niet romantisch. N'est-ce pas? Et là, en daar nous allons comprendre. Gaan we begrijpen. Un jour, op een dag. Le peuple, het volk. A dit, zei tegen Moïse. Moses. Nous avons besoin. Wij willen met God praten. D'écouter Dieu. We willen zijn stem horen. Parce que toi, want jij. Tu viens, je komt. D'abord tu as, ten eerste ben gay. Je bent, ja, je stottert. Voilà du tout. We zijn aan het twijfelen. God echt op deze manier praat. Met uit de mond dat stottert. Nous voulons. Wij willen. Écouter Dieu. Zijn stem horen. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we. Et Dieu, en God zal dit zeggen. Zeg tegen dat volk om hun kleren te wassen, om zich te verreinigen, begrijpen. En ik zal praten. Want God, wanneer God naar beneden was gekomen, God is gekomen, weet je dat? Israël is zijn vrouw. God is naar beneden gekomen. Moi je crois, il a parlé de manière merveilleuse. Hij praatte op een wonderbaarlijke manier. Tout en tournant. Terwijl hij aan het brullen was. Was kan je parler? Wanneer hij praat. De vers zijn. Er waren donderslagen. Er waren aardbevingen. En er was duisternis. De wolken. Ze hebben zich verzameld. Begrijpen we. En God heeft gepraat. Het volk is geplukt. De vrouw is gaan vluchten. Ze zeggen. Ça c'est le restaurant. C'est un restaurant de cœur. Il va mener au restaurant. Un restaurant. La femme a pris la fraude. Il se flirte. Il y a une écriture qui dit même Moïse. Dans ce moment, mais il y a une autre écriture qui dit andere Moïse était tout prêt. Mais écoutant, c'est Dieu qui sait. C'est ce que Dieu dit. On a dus twee Mozes. De Moïse qui beefde. Il reflète le peuple. Hij reflecteert het volk. Et le Moïse qui écoutait, de Moïse qui il est en train de représenter hij representeert la bouche de Dieu, de mond van God. Hij is eigenlijk de vertegenwoordiger van God. Lui, il a écouté, hij luisterde op een normale manier. Le peuple, het volk is gevlucht. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we. Et Dieu donna la God geeft de wet. Pourquoi ça? Waarom?
Or la Bible dit. What the Bible says. Pourquoi la loi Waarom a été donnée? Is de wet gegeven? C'est à cause du péché. Het is door de zonde. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Donc, quand Dieu parle, wanneer God praat, il va donner la loi. Hij gaat de wet geven. Mais la loi, maar de wet vient pourquoi? Komt waarom? Pour manifester le péché. De zonde te manifesteren. C'est pourquoi. En daarom. Même les législateurs, de rechters, il est en train de mettre une loi. Wanneer ze een wet in gaan stemmen. Il met la terreur. Ze zetten de loi in de wet. Si vous ne portez pas de masker, als je geen masker draagt. C'est parlé. Dat is. Vous verrez. Vous voyez, c'est pour vous hydrater, c'est pour vous protéger, c'est pour vous protéger les uns des autres, c'est pour vous protéger les uns des autres. Mais ça donne. Si tu ne le fais pas, tu auras une amende de 100 euros. Direct. Est-ce que vous même dans une voie douce, la loi amène toujours la terreur. De wet brengt altijd terreur mee. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi. En daarom. Dieu rouge. Brult comme un lion. Net als een leeuw. Pourquoi? Waarom? Pour que les gens zodat de mensen de wet respecteren. Dus de wet moet ook terreur brengen. Begrijpen we? Voulez que je vous donne un exemple? Wil je dat ik een voorbeeld geef? Voulez que je illustre ça? Moet ik een voorbeeld geven? Bon, je vais illustrer ça. Ik zal een voorbeeld geven. Avec un exemple simple. Met een simpel voorbeeld. Hè? Bon, la loi vit. De wet komt. Celui qui vient en retard, degene die te laat komt, il va pas chanter, gaat niet zingen, ni jouer, nog spelen, aux instruments. Op een instrument. Vous verrez maintenant. Jullie gaan nu zien. Vous verrez. Je gaat zien. Want de loon gaat commencer à obéir. Est-ce que c'est que? Want il y a une sanction. Er is een sanctie, er is een straf. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we. Mais maintenant, vous avez dit. Dat we dat gezegd hebben. Celui qui sait faire le bien. Degene die het goede kan doen. Et ne le fait pas. En het niet doet. Pêche. Zonde. Si tu sais que venir à temps, c'est le bien. Et tu ne viens pas à temps, tu pêches. Op tijd, dan ben je aan het zondag. Là-bas, il n'y a pas d'intérêt. Daar heb je geen terreur. Het is zo dat. Kom op, maar niet meer midden. Do, lindo. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen. Mais s'il y avait le rougissement ici. Gebroken was. Là, tout le monde. Donc, iedereen. Bien dans. Voyez comment Dieu parle. Vous voyez comment Dieu parle. N'est-ce pas? Donc, il tombe. Hij brult. Pour se faire respecter. Om respect te krijgen. Parce qu'il sait. Want hij weet. Que c'est par crainte. Dat het door de vrees is. Que les gens vont obéir. Dat de mensen gaan gehoorzamen. C'est comme ça que. Het is zo dat. Au mont Sinaï, de Berg Sinaï, il y a eu le rougissement. Er was een gebrul. Mais c'était l'amour de Dieu. Maar het was de liefde van God. Parce que grâce à cette loi-là, door die wet, ce peuple était sanctifié. Dat volk werd bereinigd. C'est pendant d'autres peuples. Het was dat andere volkeren n'étaient pas sanctifiés. Zij waren niet verheiligd. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we. Donc, dus, dans le tonnerre, in die donder. Nous avons les clés. Hebben wij de bliksem. Le tonnerre. De blik, de donder. Il y a la terreur. Dan heb je de terreur. Il y a la colère. Je hebt de woede. L'éclair. De bliksem. C'est la lumière. C'est la vie. Dat is het leven. Au commencement était la parole. En was het woord. La parole was met God la woord. Était Dieu. Was en elle. Daarin zat het leven. Cette vie de et la lumière. Is het licht van de mens. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we. Et vous allez comprendre en je gaat begrijpen que Dieu, dat God, quand il parle, wanneer hij praat, ses deux objectifs sont là. Zijn twee doelen zijn. Quelle que soit la manière dont tu vas parler. Maakt niet uit op welke manier je gaat praten. Voilà pourquoi il dit, en daarom zegt hij, il rassemble les nuages. Hij verzamelt de wolken. Or, vous savez, en je weet dat que le tonnerre, de donder, c'est quand les nuages, dat is wanneer wolken, vous savez qu'il y a des nuages, er zijn wolken die, à charge électrique positive. Die een positieve lading dragen. Et les nuages qui sont chargés négatifs. Negatieve lading dragen. C'est ce qui fait dat zorgt ervoor dat er een stroom is van elektriciteit. Vous les savez? Wisten jullie dat? Ah. Okay. Donc c'est la rencontre des nuages.
die ontmoeting van de twee ogen, toneel, die bliksem en donder, begrijpen we? Il les rassemble. Dus hij verzamelt ze. Et la Bible dit, and the Bible says, leur évolution, hun ontwikkeling, dépend des dessins de Dieu. Hangt af van de tekening van God. Si Dieu, als God, veut, wilt, t'accorder des temps de fraîcheur, ja, een tijd van frisheid wilt geven, va rassembler une image, de wolken bijeenzamen, qui vont juste couvrir la chaleur du soleil, die alleen de warmte van de zon gaan bevatten. En je bent onder, je bent onder in de schaduw en je bent sans bien. Je bent in de tijd van frisheid. Comme Jonas, net als Jonas, sous l'ombrage du ruisseau. Onder onder een boom in de schaduw. Dat begrijpen we. C'est pourquoi. Het is daar. L'écriture dit. Zesde vers. Au verset 11, il charge les vapeurs, des vapeurs, les nuages et les disperse étincelants. Leur évolution varie selon ses desseins pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne. Dus ook maakt hij de wolken zwaar van vocht. Hij spreidt de wolk van zijn licht uit. Die gaat naar zijn wijze, raadt alle kanten uit en om te doen. Alles wat hun, hij hun gebied op het oppervlak van de wereld, op de aarde. Sur la face de la terre habitée, c'est comme une verge dont il frappe sa terre, ou comme un signe de son amour qui les fait apparaître. Ouais. Hij beschikt het voor zijn land, het zij tot een roede, het zij tot gedoertierenheid. C'est la même parole. Het is hetzelfde woord, hè? C'est les nuages. Mais ça évolue. Maar het ontwikkelt. Selon les desseins de Dieu. Volgens de wijze van God. Wordt gezonden. N'est-ce pas? Het waar. La même pluie. Dezelfde regen. Les gens sont morts. Au temps de Noé. Mensen zijn gestorven in de tijd van Noah. Mais. Maar. Voyez cette même pluie. Je ziet dezelfde regen. Heeft de Noah gered. Est-ce que vous begrijpen we. Et là nous comprenons que. En dan begrijpen we. Si Dieu. Als God veut te frapper, ja. Aveuglement. Frapper, peut te frapper. Hij wil straffen met blindheid. Pour que quand tu aimes péché, tu continues à pécher. Ik wil niet bang maken, want wanneer je gaat zondigen, blijf dan zondigen. Parce que si je te want als ik je bang maak, als ik je terroriseer, si als je dit doet, tu vas souffrir, dan ga je lijden. Ta vie ne va pas marcher. Jouw leven gaat niet voorbij. Tu vas commencer à respecter Dieu. Dan ga je God beginnen te respecteren. We denken dat je God vreest. Tu crains la misère. Maar je vreest eigenlijk de miserie. C'est pourquoi moi j'aime aussi ce Dieu-là. Daarom hou ik ook van die God. Qui, malgré les méchants, ondanks de gemeente. Mais il prospère. Welvaart hebben. N'est-ce pas? Niet waar? Ah, voilà. Donc, je ne veux pas te terroriser in die zin. Maar frapper, straffen, il peut te frapper d'aveuglement. Je straffen met blindheid. N'est-ce pas? Niet waar? Celui qui est frappé d'aveuglement est frappé. Zo gestraft is, door blindheid is gestraft eigenlijk. Okay. Parce que vous savez que l'œil, want je weet dat het oog, c'est le témoin de l'oreille. Is het getuige van het oor voor de waarheid. La vérité, de waarheid, c'est voir, zien et entendre. En horen. C'est pas seulement voir. Het is niet alleen maar zien. C'est pas seulement entendre. Het is niet alleen maar horen. C'est pourquoi, en daarom. Vous savez l'écriture de Paul. De vers van Paulus. Où il a été dit que, waar hij gezegd werd. Une voix se fit entendre. Een stem seul Paul. Alleen Paulus. A entendu la voix. De stem gehoord. Et a vu. En zag. N'est-ce pas? La lumière. Het licht. Certains. Sommigen. Ont vu la lumière. N'ont rien entendu. Hebben niks gehoord. D'autres. Anderen. N'ont pas vu la lumière. Heeft niet gehoord. Ils ont ze hoorden de stem. Les deux là, de twee daar. N'ont rien compris. Ze hebben niks begrepen. Kijk, Paul. Alleen Paul. Ja, reçu le message de Dieu. Had de boodschap van God ontvangen. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen. Donc, la vérité. Dus de waarheid. C'est voir. Zien. Et entendre. Horen. Waarom gaat de Seigneur daarom zegt de Heer? Ils ne verront point. Ze zullen niet zien. Ils n'entendront point. En ze zullen niet horen. Parce que si tu vois, als je ziet, tu entends, en je hoort, ton cœur s'est ouvert. Jouw hart gaat zich bekeren. Donc si Dieu te frappe d'aveuglement, dus als God je straft met blindheid, tu ne vas pas être sauvé. Gered worden. Mais ici, maar hier, quand le tonnerre, wanneer de donder manifeste sa voix, zijn stem laat horen, ce sont les oreilles qui sont bouchées. Het zijn de oren die niet meer horen, niet waar? Donc,
il te frappe dus, pour que tu sois sourd. Hij straft je zodat je eigenlijk doof wordt. Donc, quand la parole vient, wanneer het woord komt, d'autres entendent, anderen horen, étonnés, donderslagen. Comprends que, begrijp dan. Dieu est en train de les frapper. God is hen aan het straffen. Ceux qui voient les clés, zij die het licht zien, de blé, entendent le tonnerre, en de donder horen, ceux-là, die glorifient le Seigneur, die eren de Heer. Il dit hij zegt qu'il est merveilleux. Dat hij wonderbaarlijk qu'il parle d'une manière praat merveilleuse. Op een wonderbaarlijke manier. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we. Voilà pourquoi. En daarom il dit, zegt hij. Il dit à la neige, hij zegt tegen de sneeuw. Tombe sur cette terre. Val aarde. Il dit hij zegt tegen à la pluie, de regen. Même aux pluies les plus fortes. Zelfs de sterke regen. Ja. Ouais. Er zijn twee regen. On a deux sortes de pluie. Une pluie. Je hebt een regen. Fine. Die fijn is. Tout le monde dit, waar iedereen zegt, c'est la bénédiction. Het is de zegen van God. N'est-ce pas? Niet waar? Mais les pluies torrentielles. Die stormregen. C'est là où il y a des assureurs. Dat je de woede hoort. Parce qu'il y a une inondation. Omdat er overvloedingen zijn. Comprenez? Begrijpen we. Donc, dus, la pluie fine. Die fijne regen. C'est pour la faveur de Dieu. Het is voor eigenlijk de gunst van God. C'est pour het is que ton champ donne au senti. Dat jouw veld in 1000 maal kan geven. Met la pluie fine. Stormregen, die harde regen. C'est pour. Dat is. Détruit. Om te vernietigen que tu wat faire. Jij aan het doen bent. C'est pour ta om jou te vernietigen. Begrijpen we? Waarom daarom ga je begrijpen que le déluge, dat de overstroming het was een sterke regen. Ah, c'était pour détruire. Dat was om te vernietigen. La neige, de sneeuw amène le foie. Brengt de kou erbij. Brengt kou mee. Oh, la neige tombe de sneeuwval en l'hiver. In de winter. L'hiver, de winter. C'est là où dat is de tijd la nuit domine, waar de nacht domineert. Waar de nacht de dag domineert. C'est pourquoi tu as tout en daarom sommeil. Heb je altijd slaap. N'est-ce pas? Niet waar? À 20 heures. Om 8 uur. Ouais, s'avonds. C'est déjà minuit. Dan heb je het al middernacht. Si le pasteur passe à 20 heures. Om 8 uur s'avonds af te zetten. Le premier appelé. Je gaat de eerste dame te bellen. Ce pasteur n'a pas de respect. Deze pasteur heeft geen respect. Il passe chez les gens. Dan gaat de mensen bezoeken in de nacht. Mais en été. Maar in de zon. Le pasteur peut passer à 21 heures. Comme tu vois le soleil. Omdat je de zon. Ah, pasteur, tu es bien. Waar was je? C'est normal. Het is normaal. Tu ne demandes même de rester pour manger. Je vraagt hem zelfs om te blijven eten. Tu ne vois pas la nuit. Je ziet de nacht. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we. Donc, l'hiver. Dus de wind. La nuit domine. Daar domine de nacht en de nacht. C'est le délai. Is de duisternis. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we. Donc, la neige. De sneeuw. Peut nous parler aussi. Kan ons ook praten. Du règne des ténèbres. Over de regie. Over de beheersing van de terreur. Le séjour des ténèbres. En de dodenrijk. Le séjour des morts. Dat is celui qui est dans les ténèbres. Degene die in de duisternis is, is in de dodenrijk. Ça refroidit. Het maakt je koud. Waarom kan je ze niet? Daarom zegt de Heer. La charité de plusieurs. Dat de goedheid van mensen. Va subir l'effet de la neige. Het effect van de sneeuw gaat weerstaan. Oh, c'est refroidit. Mensen gaan zich verkoud worden. N'est-ce pas? Niet waar? Trop de programmes, te veel programma's. De man trop d'argent. We vragen te veel geld. Le pasteur praat veel. We parlen 30 minuten dan ben je parti. We begrijpen dat de sneeuw aan het verkouden is. N'est-ce pas? Hij maakt je koud. Oh, la neige. En de sneeuw. La neige. De sneeuw. Est blanche. Is wit. Or, la blancheur de la neige. De witheid van de sneeuw. We parlen de la pureté. Over de puurheid. Daarom zegt de Heer. Si vos péchés. Als jullie zonden. Sont rouges. Rood comme la cramoisie. Net als het karmozijn. Je vous purifierai. Dan zal ik jullie verrijden. Comme la neige. Net als de sneeuw. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we. Quand il envoie la neige. Wanneer hij de sneeuw stuurt. Ça parle de l'amour. Het praat over de liefde. De l'incrédulité. Over ongeloof. Et ça parle aussi. En het praat de purification. Over de verrijding. Salut. Van de pardon de péché. Van de vergeving van de zondes. Pourquoi le Seigneur. Daarom de Heer. Dira aux pharisiens. Hij gaat zeggen tegen de fariseeën. Quand vous avez écouté cette parole, wanneer jullie dit woord hebben gehoord,
Vous avez déjà votre jugement. You already have actually called you the ordeal. Yeah. Frère, brother, nous sommes engagés. We have ons toegewijd. Et nous avons mis nos vies en danger. And we have ons leven op het spel gezet. Parce que si tu n'avais pas connu cet évangile, want als je dit evangelie niet gekend had, tu allais être. Dan ging je. Allez te dire. Ging je zeggen. Ma soeur. Mijn zuster. Quand tu es marié, wanneer je getrouwd bent, tu as des enfants, wanneer je kinderen hebt, bon travail, goede baan, dan God is met je. Maar hier niet. Ici, on te dit pas. Hier zeggen we dat niet. N'est-ce pas? Niet waar? Parce que là-bas, want daar, tu aurais cru avoir Dieu. Zou je geloven dat je God had? Dan zou je nog bidden. Je zou nog veel geld geven. Zodat jouw huwelijk niet gebroken zou worden. Je vois. Ik zie. Je vois une machette. Ik zie een machette. Entre toi tussen jou et ton mari. En jouw man. Là, tu donnes davantage. En dan ga je meer. C'est pas que plein. Dan gaat het de plein. Là, on voit la machette. Zie je de machette op een zuster. Qui a un peu de moyens. Die een beetje. Is waar? Une seule qui n'a pas de moyens. On ne verra jamais la machette. Dan gaat geen machette die zijn in de mariage. Voor om haar huwelijk bij haar huwelijk. Elle. Zij. Je vois. Ik zie. Une chaîne. Keten. Ton oom. Jouw oom. Pour que tu sois libéré. Zodat jij bevrijd zal worden. Ça sera blessé. Het gaat vol zijn. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we. Et tu crois. En je gelooft. Bon, si tu as l'argent. Als je het geld hebt. Et tu n'as pas Dieu. En je hebt God. Tu ne vis pas la parole. Je leeft het woord niet. Les chaînes de ton oncle, des ketens van je sont des petites chaînes. Dat zijn kleine ketens. Quand tu mourras, wanneer je zult sterven, dan gaan je grote ketens zien. Die vont te lier. Ze gaan jou linken, ze gaan jou vastmaken. Ton oncle, jouw oom, c'était des chaînes. Dat waren ketens. Comme on dit, des Dimitri chaînes. Dat waren kleine ketens. Mais nous avons connu la vérité, hebben de waarheid gekend. Si nous ne vivons pas selon cette parole, dit woord, notre jugement est déjà fait. Is al gedaan. Le jugement est déjà fait. Het oordeel is al gebeurd. Tu peux te dire, oh non, je ne viens plus. Nee, kom niet meer. Ton jugement est déjà fait. Gebeurd, want je hebt dat gehoord. Tu peux te consoler. Je kunt je troosten. Waar je bent. Maar ton jugement, jouw oordeel is al gebeurd. En daarom. C'est un chemin de non-retour. Het is een weg waar geen terugkeer mogelijk is. Paul dit. Paulus zegt. Nous ne savons pas abandonner. We kunnen niet achterlaten. Nous allons continuer jusqu'à sauver nous. We gaan om onze levens te redden. C'est comme ça que Dieu parle. Het is zo dat God praat. La même parole. Hetzelfde woord. Il peut parler Hij kan praten. Door te brullen. Mais si tu es vraiment maar als je echt sa femme, si tu le als je hem begrijpt, tu vas dan ga je y a la begrijpen dat er liefde in zit. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen. Maar peut parler hij kan praten avec douceur, met zachtheid. Mais pourtant, maar desondanks, il y a une frappe. Er is een harde stap. Vous savez, die op je wacht, weet je. L'enfant te fuit quand il veut te fâcher. Kind vlucht wanneer je boos wordt. Tu sais comment les parents font? Weet je wat de anders doen? Parce qu'ils comprennent que dès que tu prends la lune de l'enfant fuit. De woede laat fuir l'enfant. De woede laat het kind fuir. Quand tu veux l'attraper. Maar wanneer je hem niet wilt bevangen. Comment ça se passe? Begint te gaan. J'ai des bonbons. J'ai des biscuits. L'enfant le comprend. Se parler. Dat die manier van praten, tout. Op die zachte manier, tout. Die tedere manier, n'est-ce pas? Niet waar? Ja. Er is een slag die op hem wacht. Wat zeg je, de Seigneur? En zo is de Heer ook. De Seigneur vous aime. De Heer houdt van vous donne. Hij geeft je. Le secret. Het is een geheim van zijn woord. Zijn signe d'amour. Het is een teken van liefde. N'est-ce pas? Niet waar? Il te parle. Hij praat met je. Te dire, om je te zeggen. Que dat. Tu es je. Réellement een être. Een wezen bent. De valeur. Van waarde. Als vous le savez. Begrijpen. Vous savez que. Weet je dat? Quand on nous a enseigné. Wanneer wij werden onderwezen. Les gens étaient. De mensen waren. Les soeurs. Zusters.
La femme, the vrouw, la femme ne peut jamais se convertir. Kan zich nooit bekeren. On apprécie ça. Maintenant, je n'apprécie plus. Maar nu waardeer ik dat niet meer. Quand tu dis ça, wanneer je dat zegt, comment voudrais-tu que le frère respecte sa femme? De broeder zijn vrouw gaat respecteren. Est-ce qu'il va appliquer l'enseignement? Want hij gaat de onderwijzing. Dès que la femme dit, vanaf dat de vrouw zegt, toi, est-ce que tu peux te convertir? Kan jij je wel bekeren, jij? Toi, tu es toujours charnel. Jij bent altijd lichamelijk. C'est ça, c'est que l'homme. Dat is wat de man aan het zeggen. Want dat is wat le père doet wat de vader. Si le père appelle sa femme, als de vader Est-ce qu'on me l'est? L'enfant ne répète. Het kind herhaalt alleen maar. Quand on parle de la femme, we praten over de vrouw, ja. Mais ce n'est pas nos soeurs. Nos soeurs ne sont pas cette femme-là. Onze zusters zijn niet die ongelovige vrouw, nee. La femme n'a pas. De vrouw waarover we praten is jouw lichaam. Ta propre chair, jouw eigen lichaam. Je maakt je daar geen zorgen over. De mes soeurs. Maar je maakt je zorgen over mijn zusters. Ces die onderwijzingen zijn gedaan. Occupe-toi. Maak je zorgen over je eigen vrouw. Tu l'écoutes à tout moment. Je luistert elke keer naar je lichaam. En je komt. Faut jamais écouter. Je moet nooit luisteren naar de vrouw. Nooit luisteren. Et nous croyons. En wij geloven dat. Que toi tu n'écoutais pas. Jij niet naar je vrouw luisteren. Maar de eerste. Die niet naar de vrouw luisteren. Dat was jij. Want wij hadden het begrepen. La femme dont Dieu parlait. De vrouw waar God over praat. Is het lichaam. Voilà pourquoi elle a dit. En daarom zei hij, cette femme-là, deze vrouw gaat niet naar het koninkrijk. Maar onze zusters, niet waar? Zij bekeren zich. Et elles sont en zij zijn importantes belangrijk in de ogen van God. En God telt de zusters. Dieu ne compte pas la femme. God telt niet de vrouw, maar de zusters. God telt haar. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Et c'est ça c'est que het is dat dat Elihu était en train de pouvoir dire aan het zeggen was à Job. Tegen Job. Voilà pourquoi. Daarom. Vous allez comprendre. Je gaat begrijpen. L'amour de Dieu, de liefde van God, se manifeste. Kan hij laat zich zien. Op die manier. Tu peux passer aussi. Je kunt ook des moments difficiles. Moeilijke momenten meemaken. N'est-ce pas? Niet waar? Toi, tu te poses la nièce, dan tu je kijkt. J'ai tout fait. Ik heb alles gedaan. J'ai donné ma vie. Ik heb mijn kinderen. Ik heb alles gedaan. Maar waarom ben ik aan het lijden? Dieu veut enseigner peut-être ton voisin. Misschien jouw buurman onderwijzen. Il veut enseigner ton voisin. Hij wordt je buurman. Il appelle la souffrance chez toi. Maar hij brengt het lijden bij jou. C'est Dieu. Het is God. Il fait ce qu'il veut. Hij doet wat hij wil. Et nous, on ne comprend pas. Wij begrijpen het niet. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we. Donc c'était ça ce que lui disait à Job. Tu ne connais pas ta souffrance. Tu as examiné, tu as compris que tu n'as rien fait de mal. Ok. Mais sais-tu exactement si Job était dans la souffrance? C'était pour nous instruire. Est-ce que vous voyez comment Dieu dit? Zie je hoe God parle. C'était de l'amour. Het was liefde. Bon. Que ça t'arrive. Dat het jou niet overkomt. Si on verra, tu diras que c'est l'amour de Dieu. We zullen zien of je gaat zeggen dat het de liefde van God is. Est-ce qu'on verrait? Begrijpen we. C'est là où il démontre. Dus daar dat hij laat zien. Dans le langage de Dieu. In de taalgebruik van God. Il y a er is. Cette terreur. Deze terreur. Il y a cet amour. Er is deze liefde. Dieu parle. God praat. Tantôt d'une manière. Op de ene. Tantôt d'une autre. Op de andere manier. La loi, de wet est venue avec les tonnerres, is met donder gekomen. La grâce, maar de genade, je gaat begrijpen dat le Seigneur parlait, de Heer praatte, n'est-ce pas, avec amour, met liefde. Femme, vrouw, où sont ceux qui te condamnent? Waar zijn zij die jou beoordeelden? Ils sont partis. Ze zijn weggegaan. Moi, la grâce. Ik de genade. Je ne condamne pas. Ik beoordeel niet. Et va. Maar ga.
les péchés en zonder gezien. Ça c'est beaucoup plus difficile. Dat is moeilijker. Parce que Moïse disait. Moses hè. Péché me contamine. Maar dat wil je niet betrappen. Si on t'attrape. Want als je wordt betrapt, tu auras des problèmes. Il y a problèmes là. C'est comme la police. C'est la police. La police. On a peur de la police. Mais comme on police, sait que on va te mettre. Pour que la police t'attrape, la probabilité est moindre. De quand c'est clair. Fais des dégâts. We gaan anders. Deze vrouw. Ga en zondig niet meer. Dus comprenez? Begrijp het. Dans la douceur. In de zachtheid. Maar hij heeft het hart moeilijker gemaakt. Et c'est comme ça que het is zo dat. Elihu était en train de pouvoir. Elihu. Parler, n'est-ce pas? À Job. De faire attention à cela, n'est-ce pas? Et que le Seigneur, n'est-ce pas, balance ses nuées. Dus de Heer die laat zijn wolken alle kanten elke kant uitspreiden. Dus vers 15. Afin de pouvoir réellement faire manifester sa volonté. Dat doet hij om zijn wil, zijn wonderen te laten zien. Voilà pourquoi il a posé la question. Daarom werd hem de vraag gesteld. Sais-tu pourquoi les vêtements sont chauds quand la terre se repose par le vent du midi? Dus vers 17, weet je hoe je kleren warm worden als hij de aarde stil maakt vanuit het zuiden? Vous savez que le vent du midi amène la chaleur. De zuidenwind brengt warmte mee eigenlijk. Maintenant, mais c'est normal, si à la chaleur, les vêtements seront chauds. Als het warm is, zullen de kleren ook warm zijn. Et on comprend pourquoi. En we begrijpen waarom. Les gens se débarrassent des habits. Mensen hun kleren uitdoen dan. Parce que les habits sont chauds. Want die kleren zijn warm. Se débarrassent. Ze doen het uit. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen. Si vous leur posez la question. Als je hen de vraag stelt. Mais pourquoi vous voulez pas porter les habits? Je geen kleren aan. Pour t'y dan gaan ze zeggen. C'est l'été. Het is de zomer. Fait chaud. Het is warm. Les vêtements sont chauds. De kleren zijn warm. Si on veut avoir les l'air, als we willen een beetje lucht hebben, ils sont plus que ménopausés en été. N'est-ce pas? Ah, là, ménopause, tu me sais pas. Ah, ben. Ça descend. Ils sont plus que ménopausés. C'est-à-dire, ils ont plus de chaleur que les femmes qui ont la ménopause. Ouais, mais moi, je ne connais pas l'expression. Non, mais ben, cette expression, c'est la mienne. Tu ne l'auras pas ailleurs. Dus ze zijn menopause is overgaan. Pas qu'il y a la chaleur, wat er de warmte is. Dus die begrijpen. Et pourtant, en à l'été, in de zomer, la terre, on ne cultive pas. Die gaan we niet bewerken. Pendant que la terre, terwijl de aarde ne fait pas le travail, niet aan het werken is. La terre est au repos, de aarde is aan het rusten. Pas, les habits sont chauds. De kleren zijn warm. Les gens vont fuir les habits. Mensen gaan hun kleren ontvluchten eigenlijk. Or, vous savez que le je corps, weet dat het lichaam. C'est un habit, n'est-ce pas? Dat het een kleed is. Voilà pourquoi l'été. En daarom de zomer. Geeft het beeld. Parle de la colère de Dieu. Over de woede van God. Et la colère de Dieu. En de woede van God. Parle du feu. Praat over het vuur. N'est-ce pas? Posez la question. Stel de vraag aan de rijken. Pendant que terwijl dat Lazare était dans les saints, Lazarus bij Abraham was, les riches étaient de rijken was, dans les tourments, aan het lijden. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we. Donc voilà ce que le Seigneur nous dit. Dus dat is wat de Heer ons zegt. C'est maintenant. Het is nu. D'écouter la voix du Seigneur. Het is nu de tijd om naar zijn stem te horen. Dieu parle tantôt d'une manière, God praat op de een of de d'une of op de andere manier. Il y a des moments où er zijn momenten il tourne, waar hij brult. C'est toujours l'amour. Maar het is altijd de liefde. Er zijn momenten waar hij praat avec voix douce, met een zachte stem. Mais ja, maar er is terreur daarachter caché, die verborgen is. Dieu, laten we God vrezen afin que zodat we puissions vivre, wij kunnen leven bonté de Dieu, zodat we de goedheid van God kunnen leven. En zijn wonder que Dieu bénisse dat God sa parole, zijn woord in le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen.